Vrienden, jullie zullen ook wel eens denken bij jezelf, welke afslag heb ik nou gemist in het normale denken? Ja, ik in ieder geval wel. Zeker met die uitspraken nu van die Amsterdamse studenten. Dat kan toch? Ja, maar daar zijn we natuurlijk allemaal wel over eens. Dit gaat zoveel te ver. Dit is zo verschrikkelijk stuitend en walgelijk. Ja, hou op. En dan moeten wij dan maar relativeren, zeggen zij. Ja, want het is zogenaamd een grap. Nou, maar ik moet er zo verschrikkelijk om lachen. Een vrouw is niks meer dan een hoer. Oh, daar zeg. Waar is zuurstofapparaat? Ik kom niet meer bij. Wat geestig. Wat buitengewoon geestig, zeg. Stelletje koorballetjes. Oh, wat lollig, zeg. En een vrouw, die noem je dan een sperma-emmer. Kom ik weer niet bij, zeg. Zo verschrikkelijk lollig. Gadverdamme nog aan toe. En dat mag dan maar gewoon. En dat gaat maar zijn gang. Want vrienden, laten we nou even wel zijn, hè. Los van dat dit natuurlijk allemaal niet kan. Even de vergelijking maken met de affaire van Johan Derksen. Kunnen we ons dat nog herinneren? Toen viel heel Nederland en die buitelde over elkaar heen om dat allemaal te veroordelen. En de mensen die renden allemaal naar talkshows toe, alle vrouwen, om maar te vertellen hoe ernstig dit was. En dat dus helemaal niet kon. En ja, en waar zijn ze nu dan met deze affaire? Waar zijn ze? Niks, die vrouwen. Zelfs die vrouwen van die studentenverenigingen. Want die zijn eigenlijk medeplichtig, hè, vrienden. Want die houden nu allemaal hun mondje dicht, hè. Nee, koppen dicht. Nee, we gaan daar niks over zeggen. En wie er dan komt op tv? Ja, die zitten allemaal met meel in de mond. En ja, een beetje de ene kant en een beetje de andere kant. En je moet het toch allemaal maar in de perspectief zien en zo. Nee, niks perspectief. En niks van goed praten, hou op. Maar nu wel, ja. Oh, het valt allemaal wel mee. Het valt niet mee. Nee, die hele MeToo-beweging is helemaal voorbij gegaan daar. Bij die kakkers en bij die hockeyvrouwtjes. En dan ook nog eventjes, vrienden. Het Openbaar Ministerie, die gingen gelijk erachteraan. Weet je nog bij Johan Derksen? Ja, nee, joh. Dat moest gelijk onderzocht worden. En dat kon helemaal niet, dat kaarsverhaal. Weet je nog? Wow. En nu dan? En er wordt nu... Waar blijft het Openbaar Ministerie nu dan? Als je dit soort dingen allemaal zegt over vrouwen. En dat kan dan gewoon allemaal maar doorgaan. Ach, vrienden. Het wordt gewoon met twee maten gemeten. En nog verder dan twee maten. Ik bedoel, dit is werkelijk niet meer te volgen. En het meest ernstige van dit alles is dat die mensen, zeg maar die kakkers en die hockeymeisjes, die hockeytrutjes, die tezamen gaan straks bepalen hoe Nederland verder gaat. Want die komen allemaal in hoge posities terecht. Die gaan Nederland besturen. En die komen bij rechtbanken terecht. En die komen bij weet ik veel wat allemaal terecht. In raden van bestuur bij grote bedrijven. En die moeten dan de nieuwe MeToo-beweging zijn. Nou, dat is wel geestig. Daar moet ik wel om lachen. Want dat kunnen we dus helemaal vergeten. Want deze mensen, die leven gewoon nog in een wereld van, je mag alles zeggen over vrouwen. En vrouwen, die denken van, nou, je mag nog alles over ons zeggen en je mag alles met ons doen. Dat is het gewoon. En die twee groepen, die maken straks Nederland uit. Nou, ik word er nu al misselijk van.